wat moet je zeggen? Ja, kijk, je komt met 10 man te staan en dan is het overleven. En dan kom je op 2-2 en dan denk je dat je het zo safe hebt. Maar dan zie je dat ze een vrije trap inschieten. Maar we hebben een goede perspectief naar onze thuiswedstrijd. Daar moeten we gewoon alles geven. We hebben nog niks verloren, helemaal niks. Toch terugkijken op de wedstrijd. Wat gaat er allemaal ongelooflijk mis in die eerste helft? Ja, er gaat heel veel mis. Je weet dat ze vol druk willen zetten. En wij laten ons daarin meegaan. In plaats van dat wij ook opportunistisch spelen, worden wij paniekerig en dan zie je dat het niet lukt. En dan komen we niet in ons eigen spel. En dan merk je dat er dan heel veel dingen misgaan. Waren jullie te gemakzuchtig? Nee, gemakzuchtig wil ik niet zeggen. Want dat is het zeker niet. Maar het spel bepaalt hoe je speelt. En als het blijkt dat je zo moet spelen, ja, dan blijf je daarin vaak hangen. En dan heb je even een rustmoment nodig. In de rust zie je dat we dan heel anders het veld inkomen. Want ook de tweede ballen, de duels, eigenlijk alles was voor Telstar. Ja, alles was voor Telstar. Ja, zo kan je het wel noemen. Maar je hebt gezien dat we de tweede helft ons weer herpakken. En dat gaan we ook thuis doen gewoon. Wat wordt er dan gezegd in de rust door Henk Diel? Dat we gewoon rustig moeten blijven. Want we weten wat wij kunnen. We moeten niet paniekeren gaan lopen doen. Helemaal niet. Nee, we moeten gewoon ons spel gaan laten zien. En dat hebben we de tweede helft mee laten zien. En dan zie je dat we op 2-2 komen. En dat ze een 3-2 maken is zonde. Maar hier kunnen wij zeker wat mee. En dan ben je heel belangrijk met je rust aan de rechterkant met die 2-1. En eigenlijk, ja, daarmee is de wedstrijd terug. Daarmee is de wedstrijd zeker terug. Daarmee krijgt iedereen vertrouwen. Niet alleen ik, iedereen. De trainer, de mensen aan de kant, de spelers op het veld. We zijn met 10 man. Maar zo zie je maar dat we echt een team zijn. Want we geven gas en je ziet dat Telstar in paniek raakt. En dat was het hoogst haalbare toch, nu? Ja, dit was het hoogst haalbare. Hier kunnen we zeker wat mee. Als we thuis gewoon met 1-0 winnen, is er niks aan de hand. Goede uitgangspositie dus toch? Zeker een goede uitgangspositie. Hier kunnen we heel veel mee. En dat gaan we ook laten zien thuis, geloof me. Is het toch een beetje dwars dat jullie overbluft werden of voelt het helemaal niet zo? Ja, hoe moet je dat zeggen? Het is voetbal. Ze hebben ons niet de hele eerste helft overbluft. Dat kan je niet zeggen. Maar in de voetbal heb je gewoon fases dat het even niet mee zit. En je moet dat gewoon overleven. En dat probeerden we te doen en we hebben het tot de rust gebracht. En in de tweede helft zag je dat wij beter zijn. Dus overbluft wil ik niet zeggen. Het waren gewoon een paar fases. Wel duidelijk dat jullie je eigenlijk niet moeten aanpassen aan de tegenstander. Hè? Want dat gebeurde in de eerste helft. Pas daarna gingen jullie eigen spel spelen. Toch weer beter. Ja, je ziet, als wij ons aanpassen aan de tegenstanders, ja, dan weten we het niet. We moeten gewoon ons eigen spel blijven doen.